Volgend jaar opnieuw aan jullie Engels wissen in de kustmarathon? Misschien moet ik eerst maar eens kijken of het laag water is dat jaar. Nee, ik ga het gewoon natuurlijk nog wel eens proberen. En dit jaar zat het er gewoon nog niet in. En ja, ik denk dat mijn voorbereiding gewoon netjes is geweest. En ik heb ook goed gerust de afgelopen dagen. Dus daar lag het niet aan. Strand kan ik gewoon niet. Dat weet ik ook van de crossen van vroeger nog. Maar ja, ik had zoiets van ik ga het gewoon een keer proberen. Misschien lukt het wel en ik doe het gewoon rustig aan. Maar het was het toch niet voor mij. Aan het einde wacht de hel, je weet het zeker wel. De duivel wacht je uit, we kunnen niet meer achteruit. Ik heb gedaan, ik heb beleefd wat God verboden heeft. En wat hij nog verhaalt, ik leefde als een reuzenrad. Ik ken de hoogste. De lust overdaad, de kroegen en de goot, de maskers en de billenbloot. Ik weet dat als ik word gehaald, de boete wordt betaald. Met opgeheven hoofd, leef ik door tot aan de dood. Ik en mijn liefste liefde en de zwartste haat. Voor spijt is het te laat. Drieërs en alles overnieuw. De deelnemers stromen nog steeds binnen hier zo in de Langstraat in Zoutelanden. U kunt het volgen via de televisie of via onze website www.omroepzeeland.nl. Wilt u uzelf of uw buurman of buurvrouw nog een keer bewonderen bij binnenkomst vandaag hier in die Langstraat? Dan kan dat nog de hele avond via onze website www.omroepzeeland.nl. Sebastiaan Sletterer uit Middelburg won vanmiddag in 2 uur 55 minuten en 39 seconden. Miguel van Tongeren uit Middelburg werd op 34 seconden tweede. Stefan Nijpjes. Ik sta bij de nummer 2 van vandaag, Miguel van Tongeren. Die een goede wedstrijd heeft gelopen, Miguel.
Ja, boven verwachting. Ik kon gewoon makkelijk mee. En het is langzaam dat niet zo hoort, maar dat mag duidelijk zijn hoe dat komt. We waren met een hele grote groep op de Dam. En dat brak in Vrouwenpolder op het strand in één keer uit elkaar. En ik zat aan de goede kant van de schifting. Zo kon ik meteen meeglippen met Bert en Sebastian. Nou, we hebben met z'n vieren met John Albers nog goed samengewerkt, zodat de voorsprong groter werd. Ja, en de rest was het alleen gewoon volgen en je beurtjes draaien. En sparen tot de laatste 5 kilometer en daar ging het uit elkaar. Het was ook denk ik een bewuste keuze in het begin, hè, om met een grote groep bij elkaar te blijven. Ja, het was, als je alleen weg was, was puur zelfmoord. Het was niet te doen. Het was zo harde wind. Het was bijna gewoon niet tegenin te lopen alleen. Dan is Albers uiteindelijk de eerste die van de vier wegvalt met een scheuring, een kuitscheurtje waarschijnlijk. Dan blijven jullie met z'n drieën over. Wat dan? Want dan is het toch een beetje loeren en kijken naar elkaar. Ja, ik kon ze nu een beetje in de gaten houden. Bert zat heel erg goed, maakte hele goede overnames. Sebas liep gewoon heel makkelijk. Ik wist dat hij de beste van ons was. En, je wist dat Sletteren de beste was? Ja, hij liep gewoon het makkelijkst. Ja, voor mij was het alleen gewoon sparen en proberen om op laatste wat te doen. Dit had ik over en was helaas niet genoeg voor. Maar jij bent een heel jaar ben jij bezig geweest met deze wedstrijd. Jij wilde gewoon een goede klassering halen, podiumplaats, dat is je gelukt. Ben je daar super tevreden over, hè, denk ik? Ja, ik ging voor het hoogst haalbaar. Ik heb er gewoon op dit tempo heb ik gewoon heel vaak getraind en het ging ook helemaal volgens plan. Alleen ik kan niet op tegen iemand die het nog beter is. Dus daar heb ik ook rekening mee gehouden. En in dit geval was de tweede plaats echt hoog haalbaar voor mij. Jij hebt ook heel veel blessureleed gehad. Met name je bekken, daar worstel je steeds mee. Dat lijkt je nu weer onder controle te hebben. Durf je al naar volgend jaar te kijken? Ja, dus altijd na zo'n mooie tweede plaats is altijd leuk om te zeggen, volgend jaar gaan we weer ervoor. Maar ik heb heel veel moeten investeren om dit mogelijk te maken voor mezelf. Elke maand mijn rug laten rechtzetten en goed laten onderhouden. En levensstijl is er ook een beetje naar geweest. Maar het is altijd mooi. Na zo'n wedstrijd denk je altijd, volgend jaar staan we er weer. Maar het is weer een jaar verder en we zien wel. Geniet voorlopig even van je tweede plaats. Dankjewel. Ga ik zeker doen. Dank je. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Stop.
Dance en Rock DJ. Het is bijna 6:07. En u hoort het wellicht op de achtergrond, het kabaal. Er komen nog steeds lopers over de finish. Joop van der Laan. En de klok staat op 5:36:22. Betekent dat het aftellen is geblazen tot 6:00. Of alle mensen op tijd binnenkomen. En Rijk Halsen staat ze te kijken. Hoe is je naam? Leanne Kortlever. Uit? Zierikzee. Rijk Halsen staat je te kijken, want hij moet nog komen, hè? Ja, mijn mannetje moet nog binnenkomen. Hè? Hij is er nog niet. Maar hij heeft wat problemen. Hij heeft problemen. Hij heeft last van nierstenen, zoals vorig jaar ook. En ga proberen het uit te lopen, dus wacht af. Vorig jaar net voor de sluiting van de tijd binnen. Ja. Dat zou nu ook moeten lukken. Ja, ik hoop het wel. Vorig jaar 5:45 en nu zitten we op 5:36. Ik hoop het. Ja. Je hebt verder geen contact meer met hem gehad na Domburg? Na Domburg hebben we hem nog eventjes gezien, maar hij wilde niet uitstappen. Hij wilde doorgaan, dus ik verwacht hem hier aan de finish. Het lijkt wel een beetje op een Elfstedentocht, hè? Bijna wel, ja. Het is afzien. Goed, we gaan kijken of hij eraan komt, Henk Kortlever. Want de tijd tikt natuurlijk weg. We hebben contact gehad met de bezemfiets die op dat moment 10 minuten geleden op de Westkappelse Zeedijk reed met een groepje. En ja, die zullen dat ongetwijfeld niet gaan halen. Want op dat moment op Westkapelle is het nog 7 kilometer. Dus op een gegeven moment zal ergens de streep getrokken gaan worden en iemand als laatste binnenkomen. Ze druppelen geleidelijk aan binnen. De mensen die nog belang hebben bij lopers die binnen moeten komen, die blijven hier natuurlijk staan tot het laatste moment. En nou, ik vraag het nog even aan Leanne Kortlever. Als hij nou uitstapt onderweg, ja, dan heeft hij toch wel even contact met je, neem ik aan. Ja, dan zal hij dan per telefoon doen, maar hij stapt niet uit. Daar ken ik hem te goed voor. Dan moet hij kruipend over de finish. Hij komt binnen hier ook. Kijk, dan moet hij kruipend over de finish. Hij komt binnen. Nou, we gaan wachten. Mamma mia, tu eres.
Ingrid en Mama Mia. Na Sebastiaan Sletterer en Miguel van Tongeren uit Middelburg en Bert Vlier uit Barendrecht werd Remy Vasseur uit Vlissingen vierde. De triatleet uit Vlissingen werd vooraf getipt als één van de kanshebbers. Maar Vasseur moest het toch ruim 8 minuten toegeven op winnaar Sebastiaan Sletterer. Stefan Eipjes. Remy Vasseur, ben jij de grootste verliezer van vandaag? Ja, ik denk het wel. Op een gegeven moment eigenlijk gelijk al vanaf de Dam behoorlijk hard het strand op. Ik liep steeds als vijfde. De kopgroep ging voor mij op dat moment iets te hard, want ik liep mijn hartslagmeter. Dus eventjes laat me even lopen, want misschien valt het tempo toch nog iets terug. Maar op een gegeven moment zaten ze met z'n vieren en gingen ze omste beurt op kop. Dan zagen ze natuurlijk dat ik er op een gegeven moment even af moest. Dan loop je net een meter of 10, 15 erachter en dan kom je er niet meer bij. Dan probeer je te wachten op een groepje achter je. Dan bleef dat gat wel ongeveer 50 meter. Alleen langzaam werd het gaatje steeds wat groter. Verkeerde keuze geweest? Ja, achteraf dus weer wel. Heel jammer. Maar wat ik zeg, het ging iets te hard voor mij op dat moment. Dus wat doe je daar goed aan? Ga je mee en blaas je misschien een kilometer later wel op? Of doe je er verstandig aan en eventjes laten afzakken? En misschien in Oostkapelle nog eens een versnelling. Dat heb ik dan geprobeerd. Maar de kopgroep was al 2 minuten weg na het strand, hoorde ik. Ja, dat was zelfs al meer dan 3 minuten. Dus je had er nooit meer bij gekomen. Nee, dan 3 minuten is veel te veel. Is het een minuutje, dan is het nog wel te overzien. Maar goed, die lopen ook natuurlijk voor plaats 1, 2 en 3. Want John was er ook al af, hoorde ik. Dan doe je ieder zijn werk. Als je in je eentje er tegenop moet, is gewoon onbegonnen werk. I'm coming home, baby. I'm coming home, baby. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right? I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and say, I'm coming home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now real soon. I've been gone. I'm coming home when I'm overdue. Expect me any day now. I'm coming home. I'm home.
Michael Bublé en Boys to Men and Coming Home, Baby. Nou, dat gaat nog even duren. We blijven hier nog eventjes in de Langstraat. Joop van der Laan praat met de wedstrijdleider. Wim Schot uit Zierikzee. De tijd staat op 5:47 en nog een paar seconden. Ja, hoofdscheidsrechter van de Kustmarathon vandaag. Wedstrijdscheidsrechter, om het zo te noemen. Wedstrijdleider, dat is nog. Hij verbetert me altijd, Wim. 6:00 is eindtijd, maar jullie hebben besloten om wat te verlengen. Ja, we hebben overleg gehad met Lijn en ik dan en André Stro. En Leni mocht ook meepraten, Leni Lievense. En Lijn is eigenlijk van Lijn is Lijn. Dat brengt zijn naam al mee. Dat is wel de korte ei, maar die is ook van de lange ei. Maar we hebben hem toch kunnen overtuigen dat je onder deze omstandigheden, die zo zeer zijn, zo zwaar, dat je ook moet kunnen schipperen. En ik denk dat, dat we op de goede manier schipperen vandaag. Als we er een kwartier bij doen, dat we er heel veel mensen een plezier bij doen. Want ik ben net nog met de motor naar Domburg gereden. En vanaf Domburg kwamen we na een paar kilometer de laatste tegen met de bezemfietser. Dat is dan ondertussen weer wel drie kwartier een uurtje geleden. Maar toen zeiden we ook dat de hele ploeg haalt het niet binnen die 6:00. En als je ziet wat er geknokt wordt daar op die dijk bij Westkappel, waar het vanmiddag voor de eerste lopers windkracht 6 was, dat het nu windkracht 8 is. Dan zeg ik van nou, een klein beetje soepelheid vandaag is wel op zijn plaats. Dus we doen er een kwartier bij. En ik denk dat er, als je nu ziet wat er op dit moment om 6:10 nu nog binnenkomt. Vorig jaar was dat een druppel. En nu komen er gewoon nog vele tientallen binnen. Dus ik denk dat we een goede beslissing genomen hebben. Duidelijk, Wim Schot. Even kort, een totaal beeld van deze kustmarathon vandaag. Ja, een Zeeuwse kun je het niet hebben en zwaarder ook nauwelijks. Ik vind hem schitterend. Het is een echte Zeeuwse kustmarathon. En we maken reclame met de zwaarste. Het is vandaag de allerzwaarste. En gelukkig weinig regen en wind hoort erbij. En het is knokken geweest voor de eerste en zeker voor de laatste. Een schitterende marathon. Dankjewel. Mooie woorden. Wim Schot, dus de wedstrijdleider van vandaag. Er komt een kwartiertje bij voor de lopers die nu nog onderweg zijn. En dat betekent dat we uitklokken om 6:15. Oh,
Spencer Davis Group en Keep On Running. Blije gezichten van mensen die over de finish komen. De klok staat op 5:52:12. Joop van der Laan. 8 minuten nog tot 6:00. Nummer 885. Wie bent u, Bas? Jos Geertshuis. Jos Geertshuis. Uit? Uit Rotterdam. Uit Rotterdam. Net op tijd. Hoe is dat gelukt om binnen 6:00 binnen die klok weer binnen te zijn? Het was zwaar. De tweede helft met de wind en alles tegen. Het was echt zwaar. Ja. Ik hoor zojuist van de organisatie dat ze toch een aantal lopers die onderweg zijn binnen willen laten komen. Dat 6:15 de klok gezet is. Als u dat had geweten... Maakt niet uit. Nee. Het is gewoon... Ik wil het klaar hebben, hè. Op dit moment denk ik niet eens meer. Hoe waren uw ervaringen? Ik heb al de Rotterdam gelopen, marathon. En deze is veel zwaarder. Dit is de zware marathon. Dus alle ogen van de wereld en Europa moeten op Zeeland zijn gericht in plaats van Rotterdam. Fantastisch, hè? Fantastisch, hè? Oké, u gaat nu naar de tent. Ja. Neem ik aan, wat drinken, wat eten. Wat eet u dan? Ik heb onderweg de bananen en normale spullen onderweg. Ik neem niks mee. Oké. Ja. En wat eet u dan na afloop? Ik kijk wel wat er is. Okay. Ik moet nog teruggaan naar Rotterdam. Prima, dank u wel. Bedankt, hè. Deze atleet uit Rotterdam dus. Een witte streep condens doorklieft de blauwe lucht. Zo te zien richting het zuiden. Er is iets in mij dat wenst. Iets in mij dat zucht.